Ladies and gentlemen, I'm very proudly present at this reconstruction of the future of the past. I came on one of the horses of the apocalypse. It was the horse warning for the plague of mediocrity. And in the soul of non-mediocrity, we try to serve you with the music of God Knows the Fucking Absence. God is absent. Absolutely.
Years of space, very strange, like Merlin, you know, it's the backward feeling of life. Gentlemen, what are we gonna do now? Every night, okay, every night. It's a bit too early for it now, but we do every night. I owe me a true self. 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 I owe me. I don't know how. One Christmas tree for the second my brain. I owe me a true self. 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 Well, it's interesting to you all tonight. Have fun.
This song is comforting. It's called Disguised. From Mont. And the punchline of this song, when I wrote it, I didn't imagine that it would be so appropriate of what must be. We are here, and that's very nice. Okay. I Could Give is the song's name now. I give you. My experience.
come to end. No! I just give you. A collection of words replacing a collection of circumstantial experience. You do give, that's true. You do give, that's true. Makes the world better. I could give. That's very strange. So, she was breath maybe? Oh, sun shining, liquid sun? Yeah? Liquid sun. That's a bit tricky. He looks very angry now because we didn't really rehearse it. It's gonna be real, you know, real time shit now for you especially. No one else will ever hear this shit again, okay? Acky backy. It's called the Liquid Sun, and it's, let's say, a nice riposte to that light image over there, which is distracting me. I'm not epileptic. Liquid Sun. Shining on me, yeah, the sun is shining.
So conscious of the environmental mental problems, and we didn't have a guy named, what's his name again, the American, the... Okay, skip it, thank you. You're allowed to react, I don't mind. Surprise, surprise, first time we played, first time ever, it's called Dumb. Force of the band. It's very simple. It's a cappella. You can sing it the next time it comes around. Hello. Okay, concentration, please. Shut up, all of you! Empty headed, stupid piece of shit! Like me! I mean, we are friends. I don't say that I'm less. Okay, here we go. Silence, please. Imagine the day of judgment, you know. Life is so simple, it is like a pimple. Squeeze it and it is all over the place, all over your face. All together now. Life is so simple, it is like a pimple. Squeeze it and it is all over the place, all over your face. All together now. Life is so simple, you bunch of lazy, lousy, stupid. God damn, you only listen to the acoustic orient here, huh? I will translate it for you. Het leven is eenvoudig, is als een puist, knijp hem uit, dan zit hij overal en op je gezicht, ja? Victor, come, please come and rescue me, man. Victor, please rescue me, man. Yeah, that's right. Yeah, that's right, man. Okay, but this is serious. You should take something home, you know. You didn't come here for nothing. This is not Back to the Future or whatever. This is real. I told you about the horse of the apocalypse. Predicting mediocrity. Well, that's what we should fight in ourselves and outside. We shouldn't go back to the bush then. So I'll just keep it up. I won't keep it up. Life is so simple.
Considerate approach to my presence here. Thank you very much. Thank the boys. Thank God of my love, of course, Fontaine, of course, and the sound man and the DJ, and God who's fucking absent, and you all. See you the 30th of November in the church. Thank you once again. Очі зручені і прекрасні, так люблю я вас, так боюсь я вас, задовільно вас, я люблю. Хай так не вдало. Dit is binnen hele korte tijd dat wij betrokken zijn bij een publicatie. De eerste in de reeks, dat was een publicatie over 60 Rotterdamse kunstenaars van 60 jaar en ouder. Verschenen bij uitgeverij Duo Duo. Dat klinkt u vanavond bekend in de oren. Het tweede boek, dat is Mooi van Ver. Dat gaat over muurschildering in Rotterdam. Dat is een week of twee geleden gepresenteerd in Tentcentrum Beeldende Kunst, hier aan de Witte Witstraat. Een overzicht van muurschilderingen in Rotterdam vanaf begin vorige eeuw, zeg maar. Dat we dit boek uitgeven en ja, we zijn op zoek naar de mogelijkheden en geld, om het heel simpel te zeggen. En ja, kun je daar wat in betekenen, maar hij was ook tegelijkertijd een beetje zo van, ja, wat heeft dat met de CBK te maken? Ik had gelijk zoiets van, een waanzinnig mooie foto's. En wel een enorme mooie posters. Dus ik had gelijk zoiets van, daar moeten we gewoon wat mee doen. En ik vind ook dat het Centrum Beeldende Kunst daar iets mee kan doen. Want die foto's zijn gewoon hele mooie foto's om zeg maar het beeld van bands en muzici. Die niet gelukt. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we er wel wat mee gaan doen. Maar gelukkig hebben we het toch zover kunnen laten komen dat we vanavond hier in Arminius het boek kunnen presenteren. En daaromheen ook allerlei bands weer te laten optreden. Goed, daarmee geef ik dus nu de aftrap. Ik moet het kort houden van de organisatie, dus dat doe ik dan ook. Ik wil in ieder geval van de gelegenheid gebruik maken om de Arminius te bedanken. Dat zij toch op redelijk korte termijn deze locatie ter beschikking hebben gesteld. En ik wil Ronald Motta bedanken voor... ja, zeg maar dat hij bij mij aan tafel is gekomen en dat het start is geweest van dit. En ik wil toch ook gewoon Carla bedanken dat ik daardoor haar foto's heb mogen leren kennen. Dan geef ik nu het woord aan de volgende spreker, die het volgens mij net zo kort gaat houden. En dat is Aad Speksnijder van de uitgeverij Duo Duo. Ja. Houden. 7 juni 2004 kwam een bestuurslid, Ronald Motta, zijn naam is een paar keer gevallen, in Brakel aan de Waal met een aantal foto's van ene Carla van der Marel.
De zeven mensen bogen zich over die foto's heen en het was een wat gezapig, maar niet onaardig, maar verder ook niet. En nu kom ik tot de bekentenis. De hele scene, 20 jaar lang, hier in Rotterdam, daar was ik vanaf het begin af aan een leek. En Carla, dat ben ik nog. En dat wil ik ook zo houden. Maar er is een kleine aanvulling op gevonden, namelijk iemand die van deze scene en van de hele muziekscene in Nederland en in het buitenland het een en ander weet. Hij schrijft geregeld, VN. Hij doet iets met de VPRO. David, mag ik hier even achter de microfoon hebben? Dan wel schijnbaar iets van, maar ik ben niet zo oefende spreker, dus ik lees alles voor vanaf het blaad. Geachte aanwezigen, Rotterdamse popmuziek en bovengrondse erkenning, dat zijn geen vrienden van elkaar. Dat dat volkomen onterecht is, weet iedereen die hier vanavond aanwezig is. Maar schrijnend blijft het. We vergeten de categorie volkszangers voor het gemak even, wat houden we dan over? Uit het blote hoofd. I've got the bullets van Vrees Picht, maar die moest het in the middle of the night doen. Of the Swinging Soul Machine, zo'n band waarover in mijn jeugd met een zeker respect werd gesproken. Die had wel geteld één hit, met de nummer Spooky's Day Off, waarvan de opname plaatsvond op de dag dat de zanger van de groep vrij af had. Typisch. Er rest ons één troost, en dat is eigenlijk de mooiste troost die er bestaat. Vraag het maar aan mijn collega popjournalisten. Succes is slechts zelden een goed verhaal. Gebrek aan succes daarentegen is vrijwel altijd een goed verhaal. Wie de bijgesloten cd van Antiscene beluistert, weet dat succes, zoals Hilversum het kent, het laatste is waar deze, door de mooie uitgaven van dit boek, verzamelde bands op uit waren. Maar als ze dan toch onverhoopt dichtbij dreigden te komen, kwam meteen zijn aartsvijand in stelling, het noodlot. En dat mag in dit geval geschreven worden met hoofdletters. In de tekst van Mark Ritsema staat er een aantal voorbeelden van. Het meest duidelijk is het verhaal van Climaxville. Ik citeer zanger Henk. Ik kan me herinneren dat er zo'n gozer van de platenmaatschappij Polydor naar onze kleedkamer kwam met zo'n koffertje. Leuke band, goed optreden. Vervolgens deed hij dat koffertje open, haalde er een spiegeltje uit en gooide er wat kook op. Vraag niet hoe, maar voordat ik het wist, ging mijn biertje daar overheen. Gitarist Bert vult aan, we hebben het zelf gekloond. Het is goed, uitstekend zelfs, dat Antiscene er is. Dankzij Carla van der Maan. Eindelijk een tijd en daarmee een groep muzikanten vastgelegd die tot nu toe vrijwel niet was gedocumenteerd. Het zijn in de eerste plaats ontspannen foto's, waarbij je voortdurend merkt dat de mentaliteit van de muzikanten dezelfde is als die van de fotografen. Niet toevallig ook muzikant in enkele van de bands. De foto's zijn vrij en recalcitrant tegelijkertijd. Net als die mensen, denk je onwillekeurig. Antiscene is een onbeschreven geschiedenis die tastbaar wordt. Eindelijk zou je kunnen zeggen. Een les of een geheugensteun. Je begint automatisch te graven in je eigen hoofd. Dat allereerste concert van de Ramona's. En waar had je de Brio's ook alweer zien optreden? Op een festival in Ridderkerk. Je weet nog precies wat ze na het laatste nummer zeiden. In onvervalst Rotterdams. Hallo, we zijn de Brio's en we smeren hem. Ik dank u voor uw aandacht. Veel plezier vanavond en vooral veel plezier met het boek. Dit vind ik altijd als... even hier, hè. Ik vind het als uitgever altijd het leukste moment. Een soort 5 december gevoel, een cadeautje weggeven enzovoort. Het eerste exemplaar, hebben we afgesproken met elkaar,
Dat gaat naar David toe. Het is een gesigneerd exemplaar. Er zijn er 50 gesigneerd voor vanavond. Wie het eerste komt, het eerste maalt. Het is morgen te koop hier aan de overkant in Museum Boijmans. Bij Boekhandel van Gennep en bij Donner. Dat zijn de drie enige plekken waar het morgen te koop is vanaf 9:30 of 10 uur. Maar hier wordt dus het eerste exemplaar overhandigd aan David Kleiweg. Met van mijn kant, maar van jullie denk ik ook, dank voor je woorden. Je bent als je een boek gaat maken, altijd afhankelijk van geldbronnen. En alle sponsoren, de boekenbuur, waar zit je, boekenbuur? Ook de kleintjes en de grote, allemaal zijn ze gemeld daar in de hoek. Bij de... Ik wist niet zoveel van wat hier in 20 jaar heeft afgespeeld. Maar het unieke document van ongelooflijk veel foto's en affiches. Dit boek is eigenlijk alleen maar op te dragen aan Carla van der Marel. Ik wil een ongelooflijk kerkapplaus hebben. Yes! Dat is daar links te koop. En ik heb het al gezegd, dat is op 3 plaatsen morgen te koop voor €22,75. Maar vandaag, echt alleen maar vandaag, tot 11:30. Voor 2 tientjes gepast betalen. Dat is krijgen. Het is Rotterdam, hè? Ja. Ik heb er al 5 gekocht. Ja, ik ga een beetje aan. Oké, okay. Je doet het à la Joey. Ja, even simpel. Door iedereen die in Las Palmas was, die weet dat ik niks meer microfoons heb. Geef mij maar een drumstel. Maar dit applaus dat jullie net aan mij gaven, dat is ook voor jullie. Je krijgt het weer netjes terug. Wij eigenlijk 2 dingen zeggen van het boek qua eigen alleen maar bestaan. Door al die mensen die gewoon zich zo in hebben gezet. Allemaal gratis en voor niks. Gewoon eigenlijk een beetje zoals wij vroeger, alleen met onze plaatjes. Daar ben ik iedereen ongelooflijk dankbaar voor. Dat was echt nog een harde applaus dat ik heb gekregen voor mezelf. Heel groot applaus voor ons. Want dit boek is niet van mij, dit boek is van ons. Ja! Yeah. Ja, dat is een hele club mensen hoor. Dus, ik heb een buitengewoon onplezierige mededeling voor alle rokers. Niet gerookt worden. Heel kort, de avond zal dadelijk beginnen. We hebben een korte pauze en dan zal ik eerst de aankondiging doen. Wie de opening gaat doen namens de anti-scene Rotterdam. Tot zo. Ja, je moet ook wel God kennen om in zijn afwezigheid te betrappen. Lieve medemensen, mede Reuma-leiders aan dit saaie tijdsgebricht, bestierd door een balk die niet eens een splinter in zijn eigen oog kan zien. Ik waarschuw u. U bent een van de gezegende menigte, want de SGP wil vanaf nu bijna niet meer, Tweede Kamerstemming, popmuziek in godverdomme het godhuis. Echt serieus, ze gaan stemmen, wat meer. Maar wij heten God Knows the Absence. En die 80e jaren, dat is niet in het verleden, dat ligt in de toekomst. Dus, ik ga even mijn nieuwjaarsconferentie van 84 tevoorschijn halen, zeg ik. Oké, God knows the absence. Fucking
Are you deaf or something? Don't leave in the past, what? Ah, yes, good evening. Welcome back. Before 84. But the world was still beautiful. Ha, ha, ha. Bullshit. The world is now because of them. Thank you.
song, and I want you to wake up! Woo! On the surface, by the way, everything is cool and controlled. We're trying to rehearsal this here, so go every night. We've been playing night night. This is my one crystalline. Let the crowd scream, please. One crystalline, clear thought. You're setting my brain. I owe me a true self. 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 Het is like geen ethische manipulatie, zeg ik dan. Sorry, associatie. We all owe us each other and ourselves a true self. That's why the 80s was interesting. The 80s was about being individual and seeing the marketing purpose and the real, you know, human resource quality of the other people being individuals. I bless this time! I want to see it burn!
What is work? God said you're on a devil. I don't like that employer. Een applausje voor de manager. Hij is er niet, hij is er wel.
En ga je naar de grote prijs van Leven Geluk en stem op hem. To Holland, I'm not your son, you scream like a girl and you kick like a whore. Bijvoorbeeld, meneer Vrijman. Dank u wel, dat van de writer.